Ze is nooit betrapt. Nee, ze is nooit betrapt. Nee. Dat zijn nog even verhalen. Dat vind ik ook leuk. Mijn vader die liep, die miste zijn checkie. Hij had geen checkie. Nee, en toen zag ik, mis het zo en dit en dat. Toen had hij van een ander gehoord dat je tegen België aan kon je dan daar kopen, zwart. Ah, doe het nou Toos, doe het nou Toos, moeder heette Toos. Hé, hey, hij zei, want ik heb zo trek in de sjakkie. Nou, zegt mijn moeder, ik zal het proberen. Hey. En toen is ze er naartoe gegaan, had ik ze lachen. Toen kon ze daar inderdaad sjak kopen. Maar toen hebben ze er gelijk maar wat meer gedocht. Want dan kon mijn vader sigaretjes draaien en weer verkopen. Zo ging het allemaal. Hè? Daar heb ik zo gelachen. Maar toen ging ze een keer weer naar met Jacques. Maar dat had ze had een oude bontjas. Daar had ze aan de onderkant van de jurk, van de jas, had ze een die had ze erin gedaan. Van, dat was Jacques. Want het was ze de Jacques erin gedaan. En toen met een grote steek had ze dat vastgedaan gauw zo. Het kwam best aangehouden in Roosendaal. En toen moest ze daar komen, was ze door het Duitse aangehouden. Ze moest ergens naar binnen en toen moest de jas uit. En toen denkt ze, oh jee, dan voelt hij die zwaarte. Van, dus zij pakte de jas, maar hij was er eerder voor, toen viel die jas op de grond. En toen pakte ze hem gauw op bij de onderkant. En dan had ze hem zo weer opgehangen, je weet wel. Ik zeg maar, ze zei, ja, daar had hij er geen narig in, want hij weer hier staan te voelen of er wat in zat. En het zat in die onder zo, aan die onderkant. Maar ja, dan kwam ze thuis en mijn moeder was er zo portret, daar lag ze de eigenaar. Weet wel, ze zegt, zie zo, dat had ik mooi voor elkaar.